We zijn wel trots, want we hebben een minister en een journalist en een groot kunstenaar en een schrijver en twee allround sympathieke mensen. Maar we hebben ook een uitvinder. Dat is eigenlijk iedere dag zo. Dan komt er iemand langs, 24 keer. En die komt ons een uitvinding waar wij zelf nog niks over weten, ons voorstellen. En wij, mensen aan tafel, moeten dan beslissen of die uitvinding dan wel sympathiek, dan wel echt briljant is. We gaan het zien. Dag meneer, wie bent u? Ik ben Tony en ik kom uit de Noorderkempen. Ideaal. Meer bepaald in Oud-Turnhout. Goed, Oud-Turnhout, ja. En wat hebt u meegebracht? Wat is uw uitvinding? Ik heb een compostzeef meegebracht. Een compostzeef, gewoon een compostzeef. Dan gaan we denken, well, ja, compostzeef. Ik zie er al veel mensen met hun wenkbrauwen fronsen. Wel, ik heb hier eerst een oude compostzeef. Dus het bakje van vroeger. Dus compost erin, schudden en blijven schudden. Zo kennen we het, ja. Ja, kennen. Oké, dan hebben we het ook al gedaan, want anders kennen we dat niet. Maar het probleem met deze, dat is als je daar 3 kwartier mee staat te schudden, ja, dan lig je 3 weken plat en met pijn in de rug. Hè. Dat is... Het is onhandig en ouderwets, inderdaad. Ja. Oké. Dan hebben we gezegd, daar moeten we iets op vinden. Dus we hebben een klein beetje een berekening gemaakt. Een berekening van de oppervlakte van de gaasdraad. En als we die nu in het rond gaan zetten, dus een cirkelvorm, en we gaan ermee ronddraaien, ja, dan moet je maar 1 keer draaien. Als je dus in principe anders 20 keren op en neer moet dan schudden, kun je gewoon rechtop gaan staan. Tonen. Oké, daar gaan we dan. Ik ga het je laten zien. Ja. We hebben hier geen grote compostbak, dus we hebben materiaal meegebracht. Dus het is een demonstratie. Compost. Dus we kipperen die daarin. Post. Een soort conceptueel kunstwerk eigenlijk. En we gaan gewoon aan dat ding even draaien. Ah. We gaan zien, als je dat 2 of 3 keren aan gedraaid hebt, dan is die helemaal klaar. En al het materiaal dat nog niet gecomposteerd is, dat valt gewoon aan de voorkant eruit. Dus, voilà. En specie ook, hè? Dat is... En onze compost, die gezeefd is, zit erin. Hoe heet uw uitvinding? De Tony Senna compostmaker flying? Ja, nee, eigenlijk kunnen bijvoorbeeld multifunctionerende, roterende, lichtgewicht tuincompost. Oh, een simpele naam. Nee, daar zou ik nog iets aan doen. Aan de naam zou ik... Maar het is ons helemaal... Is het... Ja, het is mij helemaal duidelijk. Misschien moeten we vooral overgaan naar de jury. De zeer strenge jury, want jullie moeten mee beslissen. Herman, vind je het sympathiek of briljant? Ik ben zelf veel bezig met compost en ik vind het briljant. Arend, wat denk jij? Ik vind het geweldig sympathiek. Heel, echt super sympathiek. Super sympathiek. En Celeste, wat denk jij ervan? Ik heb nog nooit echt compost gedaan. Ik weet het niet echt, dus ik zou zeggen sympathiek. Je vindt het ook gewoon sympathiek, want compost... Ja, jij, wat vind jij ervan? Daar ben ik, vind dat super. Ik heb zelf een compost op en mag zijn kar wel komen brengen. Ja, dus je vindt het briljant. Jij durft het briljant noemen? Dat is een goed idee, ja. En Karin? Vrij sympathiek, waarschijnlijk. Ja, vrij sympathiek en het kan beslissen. Nee, Jabon, u bent beslissend. Eens te meer. Ja. Ik heb zelf een gigantische compost op. Ik zou het eigenlijk eerst willen testen, maar ik ga toch voor briljant. Maar de naamgeving zou iets commerciëler worden. Dat zou iets beter worden. Mag ik ook voor briljant gaan? Want ik sukkel met mijn rug. Oké, dan kunnen we wel samen besluiten dat het briljant is.